In het kader van VeloCity Junior is er woensdagmiddag een fietscrossbaan en een workshop Bike Art op het Marienburgplein in Nijmegen georganiseerd. Ook is de leerlingententoonstelling geopend in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Nijmeegse scholieren hebben de tentoonstelling gemaakt over fietsen. Met VeloCity Junior laten scholen van 9 tot en met 25 juni zien waarom Nijmegen een fietsstad is. Nijmegen is dit jaar VeloCity, samen met Arnhem. En ik vond dat daar ook de scholen bij horen. Want het zijn juist jongeren die fietsen, die alles op de fiets doen. En Nijmegen heeft als stad heel veel geïnvesteerd in fietsvoorzieningen. En het zijn jongeren, ook jongeren die daar gebruik van maken. En daar wil ik ze ook bewust van maken. Nou, binnen is een hele leuke tentoonstelling. Leerlingen zijn dus met het thema fiets aan de slag gegaan. Ze hebben de geschiedenis van de fiets onderzocht, de toekomst van de fiets. En fiets is vrijheid. Sorry, dat zijn 3 belangrijke thema's. Daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En binnen is een ontzettend leuke tentoonstelling van wat leerlingen ervan gemaakt hebben. Die hebben ze ook zelf mee ingericht. Vanmiddag is er een workshop graffiti. En hier achter mij is een pump track. Dan kunnen kinderen fietsen, op skateboard skaten, Scott Wieltjesdag. En het is vandaag ook nog Nationale Buitenspeeldag, dus dat kwam heel mooi uit. We hadden een keer een opdracht gekregen bij school om bij het fietsmuseum een fiets te zoeken en daar een graffiti tekening van te maken. En die hangen hier. En hier kun je ook mountainbiken en dat vind ik heel leuk. Vooral dat golfding daar, want dan ga je zo heen en weer en op het einde kun je zo'n hobbeltje maken. Nou, wij hadden eerder een opdracht gekregen om een fiets te graffitien in het Velorama. Wij hadden de eerste fiets, de Draisina. En de wielen werden gegraffitied en het frame en het zadel werd er opgetekend. En dat kan je hier ook zien, die posters hangen daar. En wij zijn nu aan het BMX'en hierachter.